Grijs en grauw herfstweer met af en toe regen. Het hoort er nou eenmaal bij. En ook dit weekend staat er wel degelijk wat regen op het programma. Deze vrijdag leverde overigens nog best vriendelijk weer op, want op veel plaatsen wist regelmatig de zon door te breken. En op de satellietbeelden kunnen we ook zien dat Nederland toch wel duidelijk naar voren komt. Wat wolkenpartijen her en der. Maar veel dikkere bewolking vinden we boven Ierland en ook helemaal op de Atlantische Oceaan. Daar ligt een in klaar. En die komt geleidelijk aan onze kant op. En dat kunnen we zien als we wat uitzoomen en de Europese weerkaart en een stuk Atlantische Oceaan erbij pakken. Met een kaart die de luchtdrukverdeling laat zien: hoge druk in de buurt van de golf van Biscayen en een lage drukgebied in de buurt van IJsland. En daaromheen gekruld bewolking en regengebieden die met een westelijke wind langzaam onze kant op gaan bewegen. Morgen neemt de bewolking al toe, in de nacht naar zondag valt er wat regen. En zondag en deels maandag hebben we nog met dat lage drukgebied te maken. Maar hoge druk gaat zich dan in de nieuwe week weer toch wel wat meer over onze omgeving uitbreiden. En dat zorgt ervoor dat al die regengebieden die met regelmaat op de Oceaan ontstaan en een boog over onze omgeving heen moeten richting het noorden van Europa, en dus staat er voor volgende week maar weinig regen op het programma. Terug naar de wat kortere termijn, als we inzoomen op onze omgeving, dan zien we dat vanavond de bewolking geleidelijk aan gaat toenemen. Ja, en morgen, zaterdag, dan hebben we toch met een dikke deken van bewolking te maken. Daar valt misschien een spatje regen uit. Veel meer regen valt er in de nacht van zaterdag op zondag. Zondag overdag, dan begint het weer op te klaren, maar vooral het noorden krijgt toch wel later ook weer een paar buien te verwerken. En de lijnen van gelijke luchtdruk, die liggen dit weekend dichter op elkaar. Er gaat dan ook meer wind staan. Vanavond is het wat wind betreft nog vrij rustig, waardoor in het binnenland gemakkelijk nevel en misschien ook wel wat mist tot ontwikkeling kan komen. In vooral het noordelijk kustgebied valt nog een enkele bui. Ook vannacht kan dat gebeuren, maar dan neemt dus het aandeel wolken meer en meer toe... Laatste temperaturen verwacht ik in het zuidoosten van het land 3 of 4 graden op de thermometer. Morgen in de ochtend in het zuiden, zuidoosten misschien nog even een waterig zonnetje, maar verder een dag met veel bewolking en daaruit kan een beetje miser regen vallen. Vooral in de noordelijke provincies is dat het geval, maar grote hoeveelheden verwacht ik niet en de droogmomenten zullen op de meeste plaatsen wel overheersen. Aantrekkende wind uit zuidwestelijke richting in het uh, noordwestelijke kustgebied. later op de dag zelfs een windkracht 6. En het wordt zo'n 11 of 12 graden. Zondag in de nacht enige tijd regen, overdag trekt de bewolking geleidelijk aan weg en klaart het wat op. Maar valt er nog een enkele bui? Opnieuw is het noorden daar het meest favoriet voor. Ja, na het weekende dan krijgen we dus ander weer. Als we kijken naar de neerslagkansen, dan zien we die duidelijk afnemen na het weekende. Er kan nog wel eens een keer wat regen vallen, maar geen grote hoeveelheden. En bij dat alles vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Smiddags rond of net even boven de 10 graden en later in de week. En dan zitten er misschien wel weer een paar wat. Koudere novembernachten aan te komen. Fijn weekend!